Dan zit de 1-1 voor VHK. Een hele aardige stand op het scorebord van 1 tegen 2. 71 minuten te voetballen. Goed, jongens, allereerst van harte gefeliciteerd. Met een fantastisch mooie overwinning. Dus laten we dat even vooropstellen. Dus Edward, twee doelpunten. Dus vertel eens even hoe ze tot stand kwamen. De eerste was, we zetten wat druk vooruit. En aan de rechterkant, Roy die loopt door op zijn back, op de linksback. En die speelt hem tekort terug. En ik had het gevoel al van tevoren, dus liep erop, anticipeerde erop. En het kon ik hem meenemen en door de benen van de keeper. En op het laatst krijgen we na hun 2-2 krijgen we een vrije trap bij hun op de 16. En de keeper die pakt hem en hij gaat via een verdediger, gaat hij op de paal. En is de kipper erbij om hem erin te tikken. Dus dat was wel een heel lekker gevoel. Ja, lekker hè? Ja, heerlijk. Dus was ik nodig? Nou, dan stonden we op dat moment 1-0 achter. Dus ik bedoel, op dat moment 1-1. Ik bedoel, Tom, toen kwam de 2-1. Vertel eens. Nou, ik weet eerlijk gezegd niet meer zo heel goed wat er gebeurde. Volgens mij was het een ingooi van Chris. En die verdediger kopte hem weg. En toen raakte ik hem en die ging er wel lekker in, denk ik. Ja, ik denk dat je hem heel goed hebt gepakt. Ik bedoel, dat mocht ook wel eens, want het is de eerste dit seizoen. Dus. Hij was lekker beheers ingeschoten. Ik bedoel, je kunt dat. En meestal dan lukt het niet zoals jij dat graag wil. Dus ik bedoel, maar ik zou zeggen blijf oefenen, want je hebt het schot. Dus ik bedoel, gebruik dat dan ook. Bedankt voor de tip. Ja, nee, maar goed. Ik bedoel, als aanvoerder zijn, natuurlijk trots op je mannen. Nou, weet je wat vooral lekker is? Ik bedoel, we hebben het vooraf aangestipt als 2 finales. Nou ja, en we hebben wel eens het verwijt gehad in het verleden dat wij die niet zo goed konden spelen. Nou, dan is het wel heerlijk als je met 3 punten van het veld stapt. En zeker als je ziet hoe de wedstrijd verliep. Dus ik, natuurlijk hartstikke trots. Ja, absoluut. Ik bedoel, ik doe ook de verslaggeving voor Radio Zwarte Waterland. En ik heb 4-5 weken heb ik al gezegd van jongens worden steeds volwassener. Dus ik bedoel, een 1-0-achtig, 2-3 seizoenen geleden was eigenlijk een verloren wedstrijd. Of op het moment dat je met een tegendoepen krijgt, dan is het ook. Maar jullie worden gewoon volwassen. Lekker. Goed spel. Dus ik bedoel, je durft de man aan te pakken. Dus Edwin, wat was de filosofie van vandaag? Wat was de doelstelling? Ja, de filosofie was, wij wisten dus, tenminste van andere trainers gewoon, dat zij met 2 spitsen gingen spelen. Met dan een ruit op de midden. Nou, dat hebben we op die manier aangegeven van hoe moet je daarin gaan lopen en gaan staan. Nou, wat doen we met de middenvelders? Gaan we met 1 middenvelder spelen voor de verdediging of met 2? Nou, we zijn gestart met 2 en dat ook zo laten staan. Omdat ze op een gegeven moment met 4 mensen voorop vooral dicht bij elkaar gingen spelen. Nou, en dan is als je dat centrum helemaal dicht zet, dan kun je ook weinig weggeven. De linies zitten kort op elkaar. Nou, dat hebben ze in de eerste kwartier hadden we dan een beetje moeite mee. He, dat was duidelijk. Maar daarna stond het als een huis. Tuurlijk, je komt met 1-0 achter. Wat je net ook al aangeeft, wij zijn wel een ploeg wat toch wel de kracht heeft om een 1-0 achterstand om te buigen. Dus dat zie je wel steeds terugkomen. De tweede helft hebben we gezegd van we gaan op die manier verder. We zorgen dat onze backs niet doorgaan naar het middenveld, maar blijf lekker in de zone. Want er komt altijd wel iemand. Plus dat jij rugdekking kan geven aan het centrum. Nou, dat gebeurde goed. Tuurlijk, je maakt het 2-1, trek naar rust, is altijd heerlijk. Je ziet bij hun dat het voetbal dan weggaat. Want er worden alleen maar lange ballen gespeeld, Dus dan is het wat makkelijker verdedigen. Dan komt het meer op het geluk aan wat zij dan krijgen. Waardoor je dan die 2-2 valt. Daar letten wij wat minder op. En dan maak je uiteindelijk toch nog de 3-2, doordat we opletten bij een vrije trap die terugkomt. Wat we al vaker gezegd hebben, dan moet je doorlopen. Want verdedigers die kijken alleen maar naar de bal. Dus dat zie je dus. En dan op laatst moet je gaan wisselen. Dan gooien we de boel dicht, gooien we nog een verdediger erbij in. Dan gaan we 5 man achterop en 3 daarvoor. En dan is het, zoals men het zegt, dan is alles vrouwen eerst, hè? Vrouwen eerst, vrouwen en kinderen eerst. Vrouwen en kinderen eerst. En dan is het wegwezen. En de kapitein is laatst. Jeroen. Maar goed, kijk, wij spelen van de wind af, dus dan is alles weg. En dan, mooi voetbal telt niet meer, alleen het resultaat telt. Ja. Tom, mag ik nog? Je hebt vandaag een kaart gehad. Die is niet gunstig voor mij, maar voor mij is het je 5e kaart. Nee, 4e, dus ik mag er nog 1. Oké, gelukkig.
Dus ik riep al langs de kant hier soort van, dat is de kaart dus dat hij ernaast staat. Maar je hebt ook met de bekerwedstrijd een kaart gehad, hè? Ja, maar niet, ja, nou, ja, ik weet het ook niet, maar dat zien we ook wel. Ik bedoel, dat maakt ook niet zoveel uit. Ja. Nou ja, goed, volgende week heb je nog een finale. En ook in die finale ben je iedereen nodig. Ik bedoel, dit jaar heb je een brede selectie. Ik bedoel, af en toe kunnen de mensen ook met tweede mee. Dus dat is hartstikke mooi. Dat is jaren niet zo geweest. Dus bedoel, maar je bent volgende week wel iedereen nodig. Dus bedoel, volgens mij telt Beke niet mee. Dus volgens mij mag ik gewoon spelen volgende week. Nou, maar ook voor nu is het gewoon lekker dat je vandaag gewonnen hebt. En vandaag mogen we ook wel even ervan genieten, denk ik. En dan zien we van de week wel weer naar Sierra Broek toe. Absoluut zeker doen. Maar natuurlijk, het wordt een hartstikke lekker potje volgende week. En ik hoop ook dat heel Sint-Jansklooster om 2:30 langs de lijn staat. Want die support kunnen we goed gebruiken. En ook bij deze dan ook. Wat er vandaag aan de kant stond hier uit Klooster, dat was meer vanuit Zwolle. Ja, dat is, weet je, dat is toch waar je het voor doet als voetballer. Ja, wij komen graag voor jullie hoor. Dus ik bedoel, dat laten we daarvoor opstellen. Wij genieten van jullie. Dus, en dat wordt alleen maar meer en meer. Dus ik hoop dat je volgende week wint. Want ik bedoel, op het moment dat je volgende week wint, dan word je tweede. En als je tweede wordt, heb je het mooiste nacompetitieprogramma. Dus ik bedoel, dan moet je 14 en 18 moet je spelen. Dus ik bedoel, en heb je geen 3 wedstrijden, maar heb je 2 wedstrijden. Dus laten we volgende week is familiedag. Dus ik bedoel, het zal druk worden. Er is veel volger aanwezig. Dus volgende week kunnen we met z'n allen laten zien. Dus ik wil jullie bedanken voor nu. Dus ik bedoel, succes volgende week. Ja. Komt goed. Dank je. En je zit erin, er zit 1-1 voor VHK. Een hele aardige stand op het scorebord van 1-2. 71 minuten voetbal.